Van de week al een paar keer spannend geweest, maar vandaag was het wel heel spannend. Hè? Dus van de week al een keer op een seconde plaats 2 moeten afleggen. Echt op 1 seconde. En nu hebben we de hele dag eigenlijk P1 gelegen. En op P3 lag ik zelfs gelijk met loperij, allebei op 0 seconden. Dus voor liever toch 30 seconden voorsprong op kunnen bouwen. Maar ik zat dus precies tussen hem en tussen mij en Kamaz in. En we liepen evenredig op. Op den duur had ik 30 seconden voorsprong op loperij. Ja, totdat ik bij de Kamaz terecht kwam waar ik achter bleef hangen en waar hij voor zat. En toen werd het me even moeilijk gemaakt. Dus toen heb ik weer wat tijd verloren. Ja, en uiteindelijk in het laatste waypoint met 7 seconden achterstand ben ik binnengekomen. Dus dat is wel heel kort, ja. Hoe zuur is dat, 7 seconden? Ja, was zuur. Ik moet ook gewoon tevreden zijn met mijn plaats die ik nu heb. En dus 7 seconden is in het totaalklassement helemaal niks, want dat geldt natuurlijk nog steeds voor het totaalklassement. Maar om een dagoverwinning binnen te kunnen halen op 7 seconden die achterin, dat is wel heel zuur, ja. Het is jammer dat wij vorige week dat foutje hebben gemaakt, dat ik op mijn zij heb gelegen. Kijk, wij hebben natuurlijk al onze momenten gehad, net als anderen, lekker banden gereden. We hebben ook 2 keer vastgestaan en goed, die dingen gebeuren gewoon, dus die moet je gewoon niet rijk rekenen. Maar 1 ding heb ik gewoon aan mezelf te danken, ik heb de truc een keer op zijn kant gelegen. Heel zachtjes ging het, maar ja, dat heeft me wel echt 1,5 uur gekost. En als ik die dingen... Alleen dat ene punt, dat stomme foutje, nog niet gemaakt had, ja. Dan had ik nu gewoon 2e gestaan. Dus dat de auto goed is, dat twijfelt niet meer over.